Ja, Wessel, een hoop balende gezichten na afloop van deze wedstrijd. Ja, uiteraard. Ik denk dat we vanuit onze kant aardig voetbal laten zien. Eigenlijk zie ik dat we heel goed meekomen met Feyenoord. Soms ook gevaarlijk kunnen zijn. Alleen ja, goed, missen we net de eindpaas die goed is, zeg maar, om echt tot grote kans te komen. Ja, na die 1-1 zakt het eigenlijk helemaal in. Komt Feyenoord met een paar grote kansen. Hoe kwam dat? Ja, goed, dan heb je natuurlijk zij die naar voren gaan drukken. Wij die er niet echt uitkomen, publiek dat erachter gaat staan. Goed, en dan is het voor ons zaak om eigenlijk voor in de bal vast te houden en rustig te blijven aan de bal. Op dat soort momenten kunnen we dat uiteraard beter doen. Maar ik denk eigenlijk ook zeker nog na de 2-1 dat we wel mogelijkheden hadden om tot gelijkspel te komen. Op het laatste aanvallende wissel bij ons, verdedigende wissel bij hun. Dan verwacht je ballen voor de pot, maar dat gebeurde toch eigenlijk bijna niet? Nee, klopt. Ik moet ook eerlijk zeggen dat wij vanuit achteruit daar ook slimmer mee om moeten gaan. En ik denk iedereen, want soms zie je ook weer mensen dan naar de zijkant lopen terwijl we juist die bal in de pot moeten gooien. Dat is zeker iets waar we wat slimmer mee om moeten gaan. Maar goed, eigenlijk ook zie je met de wind dat die bal eigenlijk een soort doodvallen, dat je er niet eigenlijk heel gevaarlijk uitkomt. Maar goed, ik ben wel met je eens dat we sneller die ballen erin moeten gooien op dat moment. Ja. De punten boven jullie pakken punten, ploeg onder jullie pakken punten. Moeten we ons zorgen gaan maken een beetje? Nee, ik denk nog niet. Ik denk dat we met z'n allen gewoon rustig moeten blijven. We hebben de komende 3 weken krijgen we hele belangrijke wedstrijden voor de boeg. Dat zijn voor ons de wedstrijden zeker waar we de punten moeten halen. Maar ik denk dat het vooral zaak is dat we gewoon rustig blijven en eigenlijk komende 3 wedstrijden voor de overwinning gaan. En dat opzicht gaan we nu deze wedstrijd verwerken. En vanaf dinsdag gaan de kopjes vooruit naar de volgende wedstrijd. Vorige keer dat ik je sprak was na PSV, na je rentree. Toen zei je dat je nog wel echt op niveau moest komen. Hoe gaat het met dat proces? Nee, het gaat steeds beter. Ik merk ook wel dat ik het steeds langer vol kan houden. Maar goed, zeker deze wedstrijd, grote ruimtes komen altijd. De laatste paar minuten komt dan de vermoeidheid erbij kijken. Maar goed, op zich, ik voel me steeds fitter worden. Ik merk ook dat op basis daarvan mijn keuzes ook steeds beter worden. Dus in dat opzicht zit wel een zekere stijgende lijn in. Kunnen we wel echt spreken van een uitsyndroom? Jullie spelen wel steeds beter in de uitwels. Ook tegen Heracles was goed. Dit was weer een goede wedstrijd. Volgende week VVV uit. Worden dat de eerste 3 uitpunten? Ja, daar moeten we vol voor gaan. Zoals ik net al zei, er komen nu 3 hele belangrijke wedstrijden aan voor ons. De wedstrijden waar we echt de punten moeten pakken. Dat zijn wel de wedstrijden waar we vol voor de overwinningen moeten gaan, absoluut.